Ik ben Chris Met. Ik ben Kaaskoes. Je weet zelf. Wij vormen een team. Ja. Ik ben Mr. Mo uit Den Haag, 14 jaar, hobby's voetbal. Follow your boy on Twitter, het Mr. Mootje X. Ja, dat was het. Adjai, 15, Den Haag, volg mij op Twitter, Adjai070X, AJAGXI070X. Ja, je zit altijd bij die guy thuis, een beetje battles te kijken, blootje roken en shit. Wonen niet zo ver van elkaar vandaan, zitten op één lijn. Dus ja, alle twee Rotterdammers, weet je. Ik bedoel, we komen altijd in dezelfde buurt oorspronkelijk. Dus ja, weet je, dat hangen altijd. Dus ja, nu gaan we laten zien dat we... Hij is de funny guy. En gewoon omdat we iedereen gaan murderen, je weet. Snap je? Deze man is de funny guy, ik kom met bars en shit. En ja, dat gaan we samen combineren in een dodelijke combi, weet je. Dus dat wordt gewoon body bags. Ja, wij zitten bij elkaar op school. We zijn altijd met z'n tweeën, we zijn helemaal gek op rap en voetbal. En op een gegeven moment gingen we allemaal punch-out battles kijken. En toen dachten wij, wij moeten hier ook aan beginnen. Want die shit is zo dope, dus ik dacht, wij doen gewoon mee. Ja. Dat is lastig te zeggen, weet je. Dat, ze hebben nog geen enkele battle gedaan. Over iedereen begint ergens, weet je toch? En het is kut dat je dan gelijk hier begint. Ja. Maar... Ja, jij toch. Ik bedoel, kijk, ik denk dat het beter is dat je tegen ons gaat battelen dan dat je bijvoorbeeld tegen elkaar gaat battelen in de underground. Want nu ga je battelen tegen twee guys die mensen al kennen, dan word je beter gezien. Dus uiteindelijk is het ook weer goed voor jou als je helemaal koud wordt gemaakt. Ja, ik verwacht het. Ja, ik vind ze heel hard. Ik weet niet. Ja, Kaaskoes. Hele harde MC. Hetzelfde geldt voor Chris Met, maar we doen ons best. Ik weet dat ze heel hard gaan komen, maar wij proberen gewoon iets uit het niets te doen. Dat is fucking nice, man. Ik bedoel, ik had het net met hem nog in de trein erover, over dat wij nu de DRT's en de chemo's en zo zijn waarschijnlijk voor de jeugd. En dat we dat niet echt beseffen. Nee toch, we zijn nieuwe dingen aan het nieuwe doen. Nieuwe generatie toch? Dus het is nice dat je daaraan mag deelnemen en dat je daaraan mag bijdragen. Dat waarschijnlijk over 10 jaar er wordt gesproken over ons, hopelijk. Als hoe wij nog steeds praten over de guys waardoor wij dit zijn gaan doen. Geen ene battle, eerste keer. Nee, ik ook. Alleen soms op straat, tegen vrienden, voor de lol, of als je ruzie hebt. En voor de rest niet. Ik vond mijn laatste battle een beetje matig. Ik heb hem wel gewonnen, maar ik vond ter plekke al, terwijl ik bezig was met die battle, dacht ik van, ik ben niet zo lekker bezig. Ik had dan het geluk dat mijn tegenstander nog iets minder lekker bezig was, waardoor ik de battle dan alsnog heb gewonnen, maar ik vond wel dat ik hem echt had kunnen afslachten en dat heb ik niet gedaan. Dus dat is iets wat ik niet meer moet laten gebeuren. Snap je, en dat had ik ook zo bij zijn battle, maar mijn eigen battle, ik ben er ook een beetje niet tevreden mee, weet je. Ik bedoel, ik heb wel harde bars gespit, maar ik heb wel verloren. Jij bent niet tevreden met de uitslag. Ja, niet tevreden met de uitslag, maar ook niet met mijn eigen prestatie, weet je. Ik had wel op iedereen meer indruk moeten maken misschien. En de delivery was misschien niet zo tof, maar maakt niet uit, weet je. De volgende 2 tegen 2. Ja, je hoort ook niet tevreden te zijn als je hebt verloren. Nee. Fantastisch. Zeker vet, grote kans. Nooit verwacht. Nee. Maar ze heeft ons de kans gegeven en die kans schrijven we met 2 handen. Nou, ik ga tegen Reemster battelen. Dus dat is de celebrity matchup, soort van grote MC, grote guy van de vroeger, van die videoclips op tv heeft gehad en shit. En ik heb met hem, het is ook al met ex besproken en met die guy besproken. Dus na die 2 tegen 2 ga ik tegen Reemster battelen. Dat is sowieso mijn battle die ik ga doen. En voor de rest, ik weet niet hoeveel aspiraties ik daarnaast nog heb, maar dat wordt sowieso mijn battle die sowieso staat na de 2 tegen 2. Voor mij maakt het niet uit. Ik wil dit jaar fucking kampioen worden. You heard me? Ik wil dit jaar kampioen worden. En wat de fuck ik daaraan ga doen is fucking A-game elke keer. Geen Jimmy A-game, maar een Jason A-game. Dus ik wil kampioen worden. Fuck die shit. En ik heb liever, ik zeg je eerlijk, ik heb liever dat iedereen niet opkomt dagen en allemaal gare tegenstanders en dat ik dan kampioen word. Nee, toch? Laten we eerlijk zijn. Ik wil gewoon kampioen worden. Doezie. Hij zegt de hele tijd, ik wou goede tegenstanders. Ik ben blij vandaag, jongens. Ik ben blij vandaag. Er is niks lulligs tegen hun. Of wel, maar... Ik ben blij! Ja, eerst 1000 euro pakken, maar zodra we die 1000 euro hebben. Natuurlijk eten, vakantie, leven, alles. Ja, gewoon mag ik even vakantie of zo, denk ik.
Nee, ik heb een kind, vriend. Ik heb een huis. Ik heb een leven, Mattie. Dus je weet toch, het is gewoon leven. Elias, Seed, Mo, Appie, heel AVR, plus 1, HBS. Zeg goed. Misschien familieleden, nifo's, ooms, tantes. Met al die shits aan. Ik ga je niet allemaal persoonlijk op kunnen noemen. Dus nou, gewoon iedereen. Iedereen die me volgt op Twitter komen kijken. Oh, je motherfuckers, het is of course over. Battelen weer in Rotterdam. We staan niet meer in Bitterzoet. Dus alle Rotterdammers die altijd zeggen, hé, dan moet je Battelen komen. Je moet komen kijken. En anders moet je niet komen zeuren om de fucking footage. Maar dan komt je Battelen uit. Amsterdam vent moet je komen. 2-2 kampioens, kampioenschappen komen checken, man. Doe het zelf. Easy, maak money, gang. En check mijn shit. Daar doen we het voor. Check mijn shit.